De bedrijfswagen. Welke impact heeft dit nu op het netto van je medewerker? Mijn naam is Liesel Baert, legal trainer bij Open Opleidingen van Acerta. Wanneer je werknemer over een wagen beschikt, een bedrijfswagen, en die krijgt dat voor de uitvoering van de job, en de werknemer kan daar een privévoordeel uithalen, bijvoorbeeld wanneer je met de bedrijfswagen boodschappen kunt doen of in het weekend de kinderen voeren, dan ontstaat op, dit, op deze bedrijfswagen een belastbaar voordeel alle aard voor je medewerker. Een belastbaar voordeel betekent je hoeft op dat bedrag geen recit te betalen, maar wel degelijk bedrijfsvoorheffing. De vraag natuurlijk is, de bedrijfsvoorheffing, hoe wordt dat berekend op dat voordeel alle aard? Wel, het voordeel alle aard, het forfaitaire bedrag waarop de bedrijfsvoorheffing wordt berekend, is afhankelijk van drie factoren. De eerste factor is de cataloguswaarde van het voertuig. Hoe hoger de cataloguswaarde van het voertuig, hoe zwaarder het voordeel alle aard wordt voor je werknemer. Een tweede factor is de ouderdom van het voertuig. Wanneer je, wagen, je bedrijfswagen ouder wordt, dan zal je zien dat het voordeel alle aard zakt. Hoe komt dit? Per verjaringstermijn, per inschrijvingsjaar, zal de cataloguswaarde van je wagen met 6% dalen. Een laatste en niet onbelangrijke factor is uiteraard de CO2-uitstoot van, van je bedrijfswagen. Hoe vuiler de wagen, met andere woorden, hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe zwaarder dit zal doorwegen op je voordeel alle aard. Bekijken we nu even de formule om dat forfaitair bedrag van het voordeel alle aard te bepalen wanneer we de berekening doen van het voordeel alle aard op jaarbasis, dan vertrekken we met de cataloguswaarde van de wagen. Cataloguswaarde is inclusief btw, exclusief kortingen. Daarna gaan we het ouderdomspercentage gaan toepassen van de wagen. Is die wagen in zijn eerste inschrijvingsjaar, dan zal de cataloguswaarde maal 100% worden gedaan. Is je wagen in het tweede inschrijvingsjaar, dan zal de cataloguswaarde verminderd worden met 6%. Cataloguswaarde maal 94%. Een vaststaand feit in de formule is de 6 7 de regel. Een laatste factor in de formule is de CO2-coëfficiënt. Hoe bepalen we nu die CO2-coëfficiënt? Wel, die gaan we gaan afleiden in onderstaande tabel. Wanneer bijvoorbeeld je werknemer met een elektrische motor rijdt, dan is het heel eenvoudig. Dan zien we dat de CO2-coëfficiënt van een elektrische motor 4% is. Rijdt je werknemer bijvoorbeeld met een dieselmotor, dan zien we dat de CO2-coëfficiënt gelijk is aan 5,5%. Maar dat wil zeggen voor een referentieuitstoot van maximum 67 gram CO2-uitstoot. Wanneer de bedrijfswagen bijvoorbeeld 70 gram uitstoot, zijn drie punten boven de referentieuitstoot van 67, moeten we 0,3% bijrekenen bij de reeds bestaande 5,5. Komen we aan 5,8 CO2-coëfficiënt. Illustreren we nu eventjes met een voorbeeld. Stel je je werknemer die rijdt met een dieselwagen met een cataloguswaarde van 35.410 euro. Het is het eerste inschrijvingsjaar en er is een uitstoot van 104 gram CO2. Wanneer we het voordeel alle aard van januari gaan berekenen, dan nemen we voor eerst de cataloguswaarde. Die weten we uit het gegeven 35.410 euro. Daarna gaan we het ouderdomspercentage gaan toepassen. Gezien in dit voorbeeld het nog steeds de eerste inschrijvingsjaar is waarop de bedrijfswagen verjaart, gaan we de 6% vermindering niet gaan toepassen. We gaan de volle 100% aan catalogische waarde berekenen. Daarna doen we maal 6 zevende, omdat dat een vaststaand feit is in de formule. En dan bekijken we de CO2-coëfficiënt. Wanneer we daarnet naar de tabellen hebben gekeken, zien we bij een dieselmotor dat de referentieuitstoot gelijk is aan 67 gram, voor een percentage van 5,5% te bekomen. In dit voorbeeld zitten we echter een aantal punten boven de referentieuitstoot van 67. We zitten namelijk op 104 gram CO2-uitstoot. is 37 punten dat we de referentieuitstoot overschrijden. Dat betekent dat we 3,7%. Cumuleren met onze 5,5%, waardoor we in totaliteit op 9,2% CO2 CO2-coëfficiënt komen. En dan gaan we gewoon de bedragen gaan vermenigvuldigen. Wanneer we de 35.410 x 100% maal 9,2% maal 67 doen, dan komen we op jaarbasis aan een voordeel alle aard van 2792,33 euro. Maar dit is echter het voordeel alle aard op jaarbasis. Wij willen het voordeel alle aard voor de maand januari 2023 berekenen. Wat gaan we vervolgens doen? We gaan het jaarvoordeel delen door 365 kalenderdagen op jaarbasis maal 31 kalenderdagen die er toch zijn in januari. Zo komen we op een voordeel alle aard voor onze medewerker van 237,16 euro. Dit is het voordeel alle aard waarop je werknemer bedrijfsvoorheffing zal moeten betalen. Maar hoe verhoudt nu het voordeel alle aard zich ten opzichte van de loonlijn, de bruto netto van je werknemer? Wel, we zien we hebben daarnet het voordeel alle aard ten bedrage van 237,16 euro berekend. Wel, dit bedrag, dit forfaitaire bedrag, wordt niet bij het bruto loon toegevoegd, maar bij het belastbaar loon. Betekent dat je belastbaar loon verhoogd wordt met het voordeel alle aard? En wanneer een werknemer een hoger belastbaar loon heeft, dan zal er logischerwijs ook meer bedrijfsvoorheffing moeten betaald worden. Gaan we de volledige voordeel alle aard gaan verhogen met het belastbaar loon? Nee. We krijgen van de fiscus nog een fiscale vrijstelling per maand te bedragen van 39,20 euro. Jullie zien hier ook op de loonlijn dat we op het einde ook het voordeel alle aard van de bedrijfswagen tegenboeken. Die gaan we in mindering gaan brengen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je werknemer ook nog eens een loonsopslag krijgt van 237 euro. Want hij krijgt de bedrijfswagen al. Wanneer we nu eventjes een vergelijking gaan maken tussen een werknemer zonder bedrijfswagen en een werknemer met bedrijfswagen de linkse kolom zie je dat de werknemer zonder bedrijfswagen met een bruto loon van 3500 euro een netto loon overhoudt van 2295,31 euro. In tegenstelling met de werknemer met bedrijfswagen, die identiek hetzelfde bruto loon verdient, zien we dat de werknemer netto 2199,99 euro aan netto overhoudt. Dit is slechts een verschil van 95,32 euro. Terwijl we weten dat het voordeel alle aard van die wagen 237,16 euro betreft. Hoe moeten we dit nu gaan bekijken? Wanneer je de vergelijking maakt, dan zie je dat tussen de twee werknemers het belastbaar loon bij werknemer met bedrijfswagen een heel stuk hoger is. Namelijk 197,96 euro hoger dan de werknemer zonder bedrijfswagen. Hoe komen we aan die 197,96? Wel, we trekken het voordeel alle aard, die we weten door de eerdere berekening, 237,16. Daar trekken we de fiscale vrijstelling per maand van 39,20 euro vanaf. Gevolg: het totale belastbare loon van de werknemer met bedrijfswagen is 197 euro hoger, waardoor ook de bedrijfsvoorheffing hoger wordt bij de werknemer met bedrijfswagen. En uiteraard gaan we op het einde van het verhaal het voordeel aan de aard van de bedrijfswagen ook volledig in min gaan brengen, want het is niet de bedoeling dat je werknemer met bedrijfswagen ook nog eens een loonsopslag krijgt van 237 euro. Moraal van het verhaal, we kunnen besluiten voor deze wagen in onze voorbeelden zal je werknemer netto 95,32 euro moeten betalen voor zijn wagen, maar daarvoor krijg je natuurlijk in ruil een wagen van het bedrijf, die je in je privé kan gebruiken. Je hoeft geen belastingen te betalen, je hoeft geen verzekeringen te betalen, je hoeft geen onderhoud te betalen. Wens je meer informatie over de bedrijfswagen? Wel, neem dan een kijkje naar onze website, asserta.be-opleidingen. Daar vind je onze opleiding De bedrijfswagen in al zijn facetten.